Hola amigos en welkom bij een nieuwe aflevering van Final Fantasy 7. We gaan die enorme toren beklimmen, Kai. Ja, ik dacht het. Waarom is er hier eigenlijk geen liften bij gezet? Als in een trap. Zo, te veel tijdwinst zijn. Oh, is ver. Oh, weer. Ja, ik ben nu Oh, ah, ja. Ik ben op de eerste trap dus aan het Wee. Wee. Daar stond ik af weer op. Nu ben ik aan het tweede trapje. Allee, ja, het tweede beeld aan het trappen. Ja, moet het anders zijn? Daarom ben ik nog aan het vechten. Ja, ik zit helemaal ver. Die manneke is mijn helikopters. Maar ik vecht u, jij. Ik zet u, jij, niet meer door. Te vechten? Te vechten met mijn dood. Waarom niet? Oh, ja. Misschien dat je hier wel de goede dingen zou zijn als je Bolt samenzet met Al. Ja. Want dan kunnen Bolt is heel goed tegen die biches. Ah, zo, als je Bolt en Al samenzet, kun je alle drie tegelijk. Ik heb die al op Cure gezet. Ja, dat weet ik. Dat is misschien beter dat je bij die boss zit. Maar ik denk voor om weg te kruipen, gewoon best aan Bolt en Al samenzetten. Oh, ik zit er toch. Dus, ja. Bijna. Bijna. Ik kreeg net een gevecht. Ah, joh. En zo. Dat dat veranderd. Het is echt, ik kan echt herinneren dat dat echt, ja, dat je zeker 10 keer moest vechten op weg naar boven. Ja. Ik snap er niks aan. Als je met Jesse praat, wat kan het best zijn? Don't stay last. Ook niet. Vet met ons. Oké. Voilà. Ik zit nu met Berit aan het praten. Ja, ik stond ook nou. Is hij? Manneke van Shinra, die heeft niks. Berit. Ik heb per ongeluk direct op Oki gedoe. Anders kostte Berit nog materie hier. Ah. Maar dat mag niet uit. Als je met Berit praat, kun je dus op menuknop dagen en kunnen die eerst nog wel zijn materie teruggeven en zo. Ik heb echt. Ik heb alleen nog mijn cure in mijn materia store zitten. En die heb ik al bij Cloud of bij Tifa gezet, dus. Ik ben nu begonnen aan de boss fight. Ja. Bij mij activeert hij net een bom. Boop. Allee, die zet Cloud in een driehoek, dan kan ik die limit niet gebruiken. Ik begin eigenlijk net te vechten. Tak. Ah, ik ga gewoon wachten, ik heb Cloud terug bij Breed. Kom, hier ben ik. Je kunt best op die boss kun de beste dingen zetten. Magic aanvallen. Fuck. Ah, ik ga gewoon mijn limit erop doen. Ik wil zien of hij dat kan overleven. Ja. Probeer. Dus ik heb mijn limit. Aanval. Ik ben gewoon niet aan het aanvallen. Barret heeft ook zijn limit al. En dat is wel een goede boss voor al limit. Hey Tifa, slot er eens op, jong. Ah, shit. Cloud Limits. Dus kijk of hij bij mij overleeft. Hi, ja! 205. Chuck. En Barret is terug vrij. Derde keer al, jongens. Dus nog 5 keer te gaan. Ja. Wat heb je dit? Aha! Limits. Meet your rain. Oei, die gaat daar op Tifa doen ook. Ah ja, Matt. Oh nee, ik zit hier echt in een slechte situatie. Ah, ja, oké. Oké, die is wel grappig. Kikste. Volgens mij ga ik Tifa afmaken. Ja. Kikste. Nou, toch niet, zo geleerd.
Maar ze piramide had zeker. Maar het probleem was, het zat inderdaad piramide. Ja. Maar ik wil mijn limit doen en op dit moment doet die gast een piramide op Cloud. Dus ik moet eerst, dus ik doe Tifa haar piramide kapot met Barret zijn limit. Ja. En dan die Cloud zijn meteorijn, maar die stond ook automatisch op die piramide. Dus van Tifa die dus ondertussen weg was. Ja. Dus ik heb gewoon volle bak Tifa verkracht eigenlijk. Maar ik heb mijn laatste limit bijgekregen bij Cloud. Ja. Goddammit. Waarom zit dus Barret op? Oh, nevermind. Ik kan nu dus ook Omni-slash, als ik het moest hebben. Ja. Wel, hè? Ja. Ja, point. Ik zal het wel tof vinden. Bij mij blijft in één bos echt leven, hè. Ja, ik heb maar niet een naval moeten doen en ik was dood. Nog altijd ervan duur. Oei, vijf van steen Tifa. En we krijgen... net geen level omhoog. En Eater. Oh, die pakt de Left Sekai. Gast. Ah, die is weg. Ja, die springt er gewoon af van, ik pak de lift. Dus ja, dan moeten we even praten en proberen voor de op de diffuse. Voilà. Het is geen gewone bom, zegt hij. Nee, het is geen gewone tijdbom. Dus het is iets dat je kent. Helikoptertje. Een air zit erop. Maar dat ziet hij niet. Nee, die ziet het dus duidelijk niet zitten. Nee, die ziet het niet zitten. Dus maar, en per alvast haar gezicht al te zien, zien ze dat pas dat dat Ares is. Oh nee. God damn it. Fuck you. Dan heb je echt zin in. Fuck you. Ik vind het geweldig. Pats. Klets op dat wie. Ja. Fuck you, die zegt dat ze niet. Ik vind die gesprekken die zijn echt geweldig. En nu gaat er een beetje in ontploffen. Inderdaad. Wauw. En allemaal de neffeste. Tuurlijk. Barret, doe iets. Nou kun je eigenlijk een half uur blijven staan, zeg maar. Oh. Ik zit in Barret's schuil, die gewoon zelf moet spelen. Dat er eigenlijk zo stuk. Ah nee, ik kom er maar bij. Ja, ik word ook maar doen. Ik heb mijn gat in zijn wezen. Ja, inderdaad. Oh, super. Lopen mensen. Ja, die is plat. Ja. Oh. Dat is die platform. Kijk eens op. En die gast die kijkt maar waar het zijn rompken. Met mooie muziek op de achtergrond. Ja, klassieke muziek. Best heb er ook al door. En wij hebben het allemaal overleefd. Ja, tof. En die speeltuin is gelukkig ook nog heel. Maar ja, als je die paar balken wegdenkt. Ja, ja. Met wat. Kunnen hout schommelen. Ja. Kijk zo. Ik weet niet wat dat kabineke was, maar daar zal er niet veel meer van over zijn.
Hallo, was een PC, denk ik. Stort zijn hart. Ziet er meer als een Dixie uit. Mijn mobiel op het toilet. Ah, die mannen zijn dood. Ja, die zijn waarschijnlijk allemaal dood. Maar ja. We hebben toch nooit niet veel al gehad, hè. Ja. Non de pietjes, zegt hij. Praten. Bla bla bla, maar Lien leeft nog. Goed voor jou. Tong. Ting. Tong. Ik denk dat het gesprek hier bij mij bijna voorbij is. Ah. Hier. Dan zal ik er ook wel vers in, denk ik. Tja. Nou, de cloud. De cloud is weg. Ja. Hij meestal hij er nog, maar... Oh, ik mis je gewoon. Is het hij is grap om weg te gaan? En nu is de neger ook weg. En voilà, nou is de cloud weg. Ik moet even teruglopen om die materia te pakken. Ja. We kunnen nog niet direct terug. Nou, nog niet. En dan moet ik nog vechten ook. Ah, ja. Die vak ik nou eens naar de schone speeltuin. Boom. Ah, ik moet nog even naar hier. Cloud! Ik had ook moeten vechten. Level up. Ja. Oh, de cloud doet een split. Een split. Ja. Zijn bieren open. Geweldig. Ja, moet ik vechten inderdaad. Zo lang geleden is het dat ik al Bert heb gehad. Als ik niet meer wist dat hij een Kronetal kost. Maar goed, we gaan even terug om deze materia. Sense. Wat doet Sense Sky? Dan kunnen we zien eigenlijk alle informatie over de bepaalde VM's. Dat is voor zijn HP te zien. Zijn level HP, wat zijn zwaktes. En ja, ze eigenlijk al van alles. Ja. Dus eigenlijk is die materia echt iets wat je nooit gebruikt. Nee, ik heb die inderdaad ook nog nooit gebruikt. Oh, ik heb die in een ding gestoken. Bij Barret denk ik gestoken. Misschien bij sommige bazen denk ik misschien dat je dat kunt gebruiken. Ja. Het is een... Oei-a. Oei-a. En dan gaan we naar Erisar huis en dan gaan we op slaan, kijk. Ik denk dat dat best is. Ah, we lag hier nog wel, wat kreeg je hier ook alweer? Dit is hier een huisje, waar je bij dat klein manneke, of was dat hier niet? Dat hij zijn geheime stockageplak had voor zijn geld of zoiets. Dat je kost kiezen of je dat eruit te pakken of niet. Ah, maar dat zou misschien de volgende aflevering pas zijn als we terug gaan. Oh, ik vroeg me af, ik weet niet of je er al op te zitten of in het weggepakt. Ik heb er nog niet aan gewist, dus... Het zal een volgende aflevering zijn, Kai, als ze er aan gaan. Ja, oké.
Goed, vergeet geen like te geven, te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij Final Fantasy 7. Als we in ons huisje gaan van Aeris. Later! Lost